Hey kijkers, van dus David Kraft, welkom bij een nieuwe Mindtopia hier op DDC. Alvast heel erg bedankt voor de like, bedankt voor de steun, ook op de afgelopen video's. Ik merk dat jullie het interessant vinden om te kijken wat er met de natuurrampen gebeuren. En natuurlijk is het zo dat ik mijn mening erover geef, maar jullie moeten dat ook doen. Er zijn discussiegroepen, er zijn onderzoeksteams, er zijn mensen die massaal aan het verhuizen zijn, er zijn mensen die aan het durf investeren zijn. En zo ben ik vandaag ook hier met Leon. Die hebben jullie een keer eerder gezien waarschijnlijk met zijn museum, met het record, de recordvideo. En still alive zie ik. Yes, yes. Nou, helemaal mooi. Wij staan vandaag in Gradle, een bepaalde reden. Ik weet dat jij er wel eens gebruik van maakt namelijk. Namelijk de Unique Shop. En je zal zo meteen zien waarop we daarover gaan hebben. Hier rechts zie je al prachtige mooie schotjes. Vlak naast de Unique Shop kun je net over het muurtje kijken. En dan zie jij de nieuwe ontwikkeling. De heren van Gradle hebben namelijk besloten. Goh, wat nou als we het laten opwarmen? Hoe deed ik dat ook alweer, Leon? In mijn burgemeestertijd? De warmte uit de kerncentrale, toch? Van Industrial? Allemaal buizen. Die liggen zelfs nog steeds onder de grond. Zo'n 20 diep. Liggen gewoon buizen. Daar kun je gewoon warm water doorheen loodsen. Wat dachten zij? Wij gaan vandaag... Kijken of we het kunnen zien. Ja hoor. Je ziet ze al. Oh my god. Zo! Oh. Ja. Zij dachten... Wat nou als wij alle bomen opbranden? Dat brandt wel voor een dagje of twee, dachten we zo. Dan komt het vast van goed. Nou, zoals je ziet. Dit is een plan. Is wel heel extreem. Ja, en pal over het water hebben we hier de Unique Shop. Ja. Ik ben als server-eigenaar er een beetje huiverig voor. En ik ga alvast kijken naar een nieuwe locatie voor de Unique Shop. Hoe komen we terug? Ja, ik kan erop springen, maar ja, dat is een beetje... Wat? 2,5 hoog? Ja. 40 uit 100, hè? Ja, let op. 1, 2... Oh, ja. Oh, ja. Ik ook. Nou, kijk. Hoppakee, mooi man. Maar helemaal ja, wat mooi. Gaan we doen met de Unique Shop? Het is wel simpel. Deze gaat binnen 2 en 3 weken gaat die weg. Want als je het vuur hier ziet zitten... Dat gaat niet lang duren voordat het overslaat. Dat wordt hem inderdaad niet helemaal. Ja, jij bent hier een veel... Hallo? Hallo? Wat kom je doen? Het is weer zover. Mag ik iets vragen? Ja, hoi. Oké, helemaal top. Jij bent natuurlijk een veel voorkomende klant hier van Unique. Dus voor jou is het natuurlijk ook wel belangrijk om te weten waar het dan heen gaat. Okay, ja. Hoe werkt het met portals hier? Waar wil je heen? Zone 2. Ik denk dat het beste gewoon naar achter kunnen lopen naar Industrial of naar Contraxia. En dan is goed. Nog maar een stukje rennen. Ja, is goed. Dat bos is weg. Ja, dat bos dat gaat echt... Maar moet je nagaan. Er komt dus ijs, komt zeg maar de stad op, richting de rivier. Daar halen ze natuurlijke barrières van bomen halen ze weg voor een beetje hitte. Dat er zeg maar net een paar meter smelt. Uh-oh. Huh? Ik zie hier ook in één keer wat staan. Dit is nieuw. Wat is dit? Is het een schot of... Ziet eruit als een schot, maar... Oh, waar het dan vandaan komt. En daar branden de boompjes weer. Oh my god. Ja, kijk, zoals je ziet, hier is het nog lekker warm. In deze biome. Het zijn andere blokken. Dat is nog uit mijn tijdperk. Het is hier ook nooit echt heel erg veel opgewarmd. Oh, hier ook trouwens. Zie je dit? We mogen er niet eens langs. Nee. Oké, nou dan gaan we hier tussendoor, I guess. Moeten we er maar even tussendoor. Ja, Unique dus in een andere stad. Nou, ik zat te denken aan Zone 2, want daar tot nu toe heb ik daar nog niks over gehoord. Dus dat zou dan Cosmopolitan, Heratopia of Industrial moeten worden, zeg maar. Hoe dat gaat zijn met de mensen qua toegang, ja, dat weet ik ook niet. Maar we kunnen misschien ook een andere locatie hier in Gradle doen. Dat we zeggen, we gaan hem verder zetten of zo. Maar I don't know, man. Waar moet eigenlijk heen? Want ik loop wel ergens heen, maar jij weet het. Welke stad wil je? Ja, Cosmo, Heratopia of Industrial. Nou, dan pakken we gewoon de poort van Industrial. Die zit hier, Ja, ik volg jou. Gaan die kant op. Maar hoe heb je dat zelf een beetje ervaren? Want jij bent net onlangs, zit je bij Malibu. Gefeliciteerd op trouwens. Dank je. Jij bent onlangs, heb jij voor mij elke stad zowat wel een huisje staan. Ja, zoiets. Hoe ga jij hiermee om? Wat is het idee? En waar is die portal? Ja, het is... Achter het bouwbedrijf die kant op. Oké. Maar hoe ervaar jij de natuurrampen tot nu toe? Ja, ik denk, ik wacht het wel even een beetje af. Want het is toch een beetje... je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Misschien hebben ze het wel onder controle. Misschien niet.
Ja, hoe vind je dat de gemeentes het doen? Want kijk, sommige kun je wat lastig tegen werken, zoals Qtraxia. Ja, het komt uit de luchtval en nou ja. Is het wel mogelijk dat zij de locaties kunnen predicten? Alleen dat doen ze nog zeer weinig mee. Als in, het zijn een paar raadsels, ingewikkelde formules. En dan weet jij waar de volgende komt. Dan heb je de coördinaten. Dan kun je mensen evacueren, maar dat doen ze tot nu toe allemaal niet. Nee, ik heb vrij weinig het gevoel dat er eigenlijk vrij weinig gebeurt. En ja, zoals je net zelf al zei, hier in Gredel bijvoorbeeld met die bomen. Ja, hè, dan heb je iets wat het een beetje tegen kan houden of het kan breken. Waardoor je dan niet... Nee, precies. En het enige wat ze nu doen, volgens mij, is in Hollandia alleen maar bouwen. We zien wel. Hè? Niks oorzaak aanpakken, gewoon bouwen maar. Oké, we zijn in de industrieel. Nice. Kom, we gaan een leuk plekje zoeken voor de Greycoin shop. Wat is dit? Een veiling, oké. Wat is dit? Dit is van de oude eigenaar van de veiling. Dit is zo'n parcoursbaan. Maar van wie is het? Van Danny. Danny 026. Ik vind dit een mooie plek voor een Greycoin shop in industrieel. Vind je niet? Ja, zeker. Maar ik denk dat Danny niet zo makkelijk meewerkt. Nou, dan gaan we Danny pesten. Weet je hoe goed we Danny kunnen pesten? Oh, dat... Maar is dit nog wel actief dan? Want hij staat er alleen op. Geen medewerkers, niks. Ik weet het eigenlijk niet. Daarom denk ik dat het wel kan. We gaan het wel zien. Danny is een goede jongen. Die, dat sowieso. Als hij hoort Greycoin shop, denkt hij, sure, let's go. Oké, volgende stad. Dit is dus de plek voor als hij in industrieel komt. Ja. Dan moeten we nu helemaal die kant op, richting de legerbasis. Let's go. Daar zit de portal naar Cosmo. Oké, ja. Dat is Cosmopolitan. Dan moeten we Heratopia ook nog even bekijken. Want ik denk dat in zone 3 is het niet echt helemaal... Nou, ik hoorde wel iets trouwens over dat ze hier in industrieel toch ook een beetje huiverig zijn dat er wat gaat gebeuren. Wat zou er hier moeten gebeuren dan? Ja, dat weet ik niet, maar ik was even bij het museum van dingetje aan het kijken, hoe heet die ook weer, Tobias, die heeft al zijn spullen hier weggehaald. Ja, het is niet voor niets dat ik dat ook gedaan heb trouwens, wat de fuck is dit? Gemeenteparkeergarage. Dat is handig, je kan er zo schoenen van afhalen. Ja, nee, als het goed is, kun je alleen als je op het plot staat. Oh, is het plot? Ja. Huh. En het staat op naam van Jeffy Dutch. Sorry, schoenen. Ik doe jullie weer terug. Oké, let's go. Waar moesten we heen? Helemaal recht. Oh, daar is Danny al. Ja, Danny was hier Danny, zie de video van morgen, van vandaag. Ja, meer hoeft hij niet te weten. En dan gaat hij mijn gedag zeggen. Ja, maakt niet uit. Geweldig. Oké. Dus langs de legerbasis Cosmopolitan. Ja. Ja, ik weet het ook niet. Om even jouw verhaal af te maken. Sommige gewetens die hebben voor mij meer zo'n... We doen er een pleister op idee, zeg maar. In plaats van, we moeten het aanpakken. En wat dat betreft is Gredel wel de enigste en de eerste die... Wow! Dit is een mooie plek. Is het hier druk? Anders heb ik mijn plekje al gevonden. Ik weet eigenlijk niet of het hier heel druk is. Maar het is wel, zeg maar, een beetje achteraf, zeg maar. Ja, waar zijn we eigenlijk? Ik probeer het te begrijpen. Als je nu rechtdoor loopt en dan naar rechts gaat, ga je naar de Sunnyville Portal toe. Nee, ik wil de stad vinden. En linksaf is het naar de stad toe. Waar zijn we in godsnaam? Nou begin ik zelf ook een beetje te twijfelen. Wat is dit voor onbekende stad? Oh, ik denk dat ik het weet. Ja, als we hier zo afkomen, dan komen we bij de grote gebouwen. Ja, ik weet het al. Ja. Okay. Hier zitten de veiling van Zico en Neutje. En andere gebouwen die in één keer uit de grond zijn stand hier zo. Ja, dan hebben ze zo. Oh, een veiling. Nice. Dan doen we ook een veiling. Want dat is er nog niet genoeg of zo. Nee, ja. Alhoewel, kijk, als mensen straks allemaal spullen gaan verkopen. En plots en dergelijke. En dat komt dan in de volgende video. Gaan we het er even uitgebreider over hebben. Dan zou je zeggen dat veilingsbedrijven. Die gaan daar echt. Ja, die kunnen er nu wel echt van gaan profiteren, denk ik. Dat dacht ik ook, ja. CP. Kijk, hier is het gemeentehuis. Gemeente, ja. En dan waar is dan de. Dus zeg maar hier achter, die kant op. Oh, nu herken ik het. Oh, dan ben ik vlak bij mijn flatgebouw, joh. Ja, want dat zit hier rechtdoor. Waar ben ik? Waar is die flat? Die spant nu ongeveer in, denk ik. Ja, die heb ik gekocht. Oh, dan moet er wel even afgemaakt worden. Wat is dit, joh? Vind je die mooi? Daar staat ik erboven. Ja, ik vind het wel. Het is een aparte vorm, zeg maar. Maar ja, nou even kijken. De meeste mensen die komen waarschijnlijk vanuit het centrum. Dus we moeten in het centrum kijken waar nog plek is. Dat is waarschijnlijk niet zo heel makkelijk. Want meestal is daar niet zo heel veel plek. Ik denk het ook niet. Maar bijvoorbeeld zoiets als dit dan. Het is op zich wel vrij groot. Maar het is wel vrij bekend, zeg maar. Hè, bij het gemeentehuis, bij de bank.
Ja, we gaan kijken. Maar, is het al van iemand? Mysterix Diazoni. Oh ja, daar had ik niet naar gekeken. Dat is heel Nee, maar dat wilde hij wel verkopen. Want deze jongen heeft hier al. Voor mij heeft hij dat plot al veel te lang. Had al lang wat opgebouwd moeten worden. Ja. Oké, Heratopia. Nee, ik vind Heratopia stom. Nee, we doen Heratopia wel. Hoe komen we daar? Hierzo. Oh, dat scheelt. Bij de Heli. Dat is een logischere route. Oké. Okay. Ja. Nadeel van Heratopia, waarop ik zeg dat vind ik kloten, is dat het voor mij helemaal volgebouwd is. Ook dat. En ik heb niet echt het gevoel dat er in Heratopia heel veel grotere plots zijn. Nee. Dan kunnen we even... Niet dat dat per se nodig is, maar het is wel makkelijk, denk ik. Ja, kunnen we wel even kijken. P. Weather clear. Ik heb er echt geen zin in. Zo. Oké, en toen. Waar zijn we? Dit is de Cosmopolitan Portal. Verder nog portals hier? Ja, die zit helemaal daarachter in de hoek helemaal. Zit Rolandia volgens mij. En aan de hele andere kant zit Sunnyvale. Oké, okay, het is hier wel drukker dan in de andere steden, zie je dat? Ja, nee, het is hier zeker, zeker druk. Ja, maar hoe gaan we hier nou ergens... Je moet eigenlijk die twee huizen of zo moet je hebben. Gewoon vet, dicht bij een portal. Ik vind het moeilijk. Ja. Ja, misschien dat de kijkers wel een leuk idee hebben. Wat vinden jullie? We gaan hem verplaatsen. Dus zeggen, doe hem in Gredel. Nee. Zet er een muur omheen. Nee. We gaan hem daadwerkelijk verplaatsen. Maar waar naartoe? Wat vinden jullie? Laat dat maar even in de reacties achter. Ja, Leon, jij gaat dus even goed nadenken over jouw toekomst hier volgens mij in alles. Zeker nu je in Malibu zit. Ja. Heb je dat al bereikt? En heb je altijd een... Screen? Ik weet niet wat je bedoelt. Met zijn pistoolding in zijn... Oké, apart. Aparte gozer. Dus jij gaat een beetje nadenken over wat je wil de komende tijd en dergelijke. Aangezien zeker, jij zeker. Redelijk veel hebt, van Malibu bezittingen tot aan heel veel huizen, grootste kledingmuseum, gaan mensen jou wel een klein beetje als voorbeeld zien. Right? Ja. Dus ze willen van jou een beetje weten wat je gaat doen. Heb jij daar al een beetje tips over wat jij gaat doen? Ik wil in ieder geval kijken of ik binnenkort... ik zit te zoeken kijken op een mooie locatie voor mijn museum. Ja. Dat wil ik gewoon zeker weten, veilig hebben. Of het nou wel goed gaat op de locatie of niet, ja, so be it. Maar ja, ik wil wel zeker weten dat ik mijn spullen veilig heb. En voor de rest, ja, dat is nog even bezien. Ja, welke stad vind jij het gevaarlijkste om nog te blijven wonen? Ja... Ik heb toch heel ik denk toch met Cutraxa. Het is zo onvoorspelbaar met de meteorieten dat het. Ja, ik vind het toch gevaarlijk worden. Cutie. Ja, ik weet het nog niet helemaal. Nou, kijkers thuis, laat ons even een like achter. En als jullie zoiets hebben van. Ik weet wat er gaat gebeuren. Ik weet hoe we dat kunnen oplossen. Wat nog veel fijner antwoord is natuurlijk. Laat het eventjes weten. Lang niet iedereen weet het. Sommige mensen linken zelfs mijn Area 51 video aan dit allemaal. Heel erg interessant. Kom op met de complottheorieën. Ik zie jullie heel graag terug bij een nieuwe Mytopia update video. Want de volgende keer gaan we het hebben over de gemeentes en wat die gedaan hebben. Weet jullie nog wat we een tijdje geleden hebben zitten klagen en steunen met 100 man bij Hollandia? Ze hebben inmiddels een potje. En als het goed is kun jij je huis verkopen. Gaan we dat even uitleggen. In ieder geval heel erg bedankt Leon. En succes met Mytopia natuurlijk. Mensen gaan je natuurlijk waarschijnlijk nog de oren van de kop vragen over wat jij ervan vindt. Maar zoek het lekker zelf uit zou ik zeggen. Tot de volgende keer jongens. Later.